gehoord. Waar zijn we hier? Ja, we zijn nu in Eindhoven op de Dutch Design Week. En we gaan naar de tentoonstelling van het Transnatural label, Robotanica. Ja, dat heeft jouw grote interesse. Dit is een van de dingen waar ik echt benieuwd naar ben van wat gaan we hier zien. Want ja, het gaat over robots, maar het gaat specifiek over robots die eigenlijk in het wild in het ecosysteem leven. Dus die autonoom worden. Nou, daar wil ik alles van weten. Kijk, de flyer heb ik al. Hallo, goedemiddag Johanet. Hallo, Ryan. Goed hier te zijn. Ik ben super benieuwd naar jullie tentoonstelling Robotanica. The New Wilderness. Ja. We kijken hier naar de Tumbleweed. De Tumbleweed robot. En dit is de ontwerper van de Tumbleweed. Oké, de ontwerper is aanwezig. Hallo. Slomi. Dag Slomi. Koers van Mensvoort. English. English, please. Yes, oké. Can you explain us what your work is about? It is a tumbleweed, but not as we know it. Right. This is, I guess, a robotic tumbleweed. And it is designed to help explore and to map the desert, to help stop a process called desertification, which is the spread of the desert. The deserts in the world, they're growing. Yes. And there's less land for people to live and to grow food. And this is a tool to do research. And how does it do it? Because so I assume it tumbles through the environment. Yeah, yeah. It uses wind energy to roll. Yes. So you see these are like sails. They catch the wind. Yeah. And when it's a round shape, it rolls. It goes on and on. Yeah, it can go for kilometers and kilometers by itself. But this is a flexible material, and there is a mechanism inside here. Yes. And it knows how to change shape. It can go from a round shape into a flat, like a pancake. Okay. And when it's flat, it waits. So if the wind is blowing in the wrong direction, it will be flat and wait till the wind goes the right direction, then whoop. Can you tell me how this helped you so far to change or guide the growth of deserts? So far it's helped to develop models of the formation of sand. So that, for instance, if you need to build a wall to change the movement of sand, then instead of building a big, huge wall like in, I don't know, the Great Wall of China, which is impossible, I think, you can make a small changes or plant trees in the right places, and they're guided in the right way. Kunnen jullie me vertellen waar dit jullie om te doen is? Ja, nou, ik denk dat het ongeveer een jaar geleden begon dat wij onszelf de vraag stelden. Er is natuurlijk heel veel robotica. En die robotica die dient vooral de mens. Maar bestaat er ook robotica die de natuur zou kunnen ondersteunen? Ondersteunt al. Maar vroeg ons gewoon af, wat speelt zich af in het veld? En toen zijn we ons onderzoek gaan doen en toen kwamen we eigenlijk op deze bonte verzameling aan technologische dieren, maar er zitten ook nog organisch technologische dieren tussen, die mogelijk op allerlei manieren onze ecologie kunnen gaan versterken of herstellen. Want er is natuurlijk heel veel schade ontstaan, hè, in het verleden door de mens. En door technologie wordt vaak gezien als een hele kracht die de natuur alleen maar vernietigt. Ja, nee, maar hier gaan we dan op zoek naar technologie die natuur ook ondersteunt. Ja. Eigenlijk is het biologie en technologie die elkaar bijna een soort synthese ontmoeten. Van die twee. Ja. Hebben jullie een voorbeeld van een werk wat dit echt symboliseert? Nou, de Woodpecker is een project van Gerhard Vietels. Een kunstenaar uit Letland. Die liep door de bossen en die merkte dat de spechtpopulatie heel erg afnam. Omdat hij dat niet meer hoorde tijdens zijn wandelingen. En hij is daar onderzoek naar gaan doen. En gaan kijken van, nou, wat doet die specht nou eigenlijk voor de boom en voor de omgeving daaromheen. En, ja, wat doet de specht eigenlijk voor de boom en de omgeving daaromheen? Nou, het tikken van de specht. De snavel op het boomschors, die geeft eigenlijk een signaal af aan alle insecten die in de buurt zijn. En het is eigenlijk een soort waarschuwingssignaal naar die insecten toe om van de boom een beetje weg te blijven. Want er is een vogel dus gevaar om opgegeten te worden.
Dus als die specht er niet is, dus dat tikken op de boomschors er niet is, dan ja, vreet alle insecten de bossen eigenlijk. Oh, dat heb ik me nooit gerealiseerd, dat een specht een boom eigenlijk gezond houdt en insecten uit de buurt houdt. Ja. En er zijn minder spechten, maar er zijn nu dus door zonnepanelen aangedreven robotspechten die dat... Maar als zo'n specht uitstervende is, kan je dan niet beter het geld dat je steekt in de ontwikkeling van een robot steken in het voorkomen van het uitsterven? Ja, dat is ja, dat eigenlijk het beste is om het zowel te voorkomen, maar ook te kijken naar oplossingen die er eventueel zijn als dat niet lukt. Ja, ik denk dat we ook moeten beseffen dat natuur dynamisch is en niet statisch. En dat is nog wel even iets wat bij heel veel mensen nog moet landen. Omdat we vaak het idee van de natuur was ooit perfect. Het paradijs. En maar wij zijn... dat impliceert dat je moet accepteren dat die kan uitsterven. Ja, dat moet je, wat mij betreft, moet je accepteren dat er zo nu en dan diersoorten uitsterven. Arjen, wat zien we hier? Een kip met een VR-bril? Ja, dit is een project van een speculatief ontwerper, Austin Stewart, uit Amerika. En nou ja, hij veronderstelt eigenlijk met dit project dat kippen in de bio-industrie natuurlijk heel weinig ruimte hebben om te bewegen. En de wellicht mogelijke oplossing is een kip een VR-bril geven. En zich dan vrijer en beter te voelen binnen de zo krappe bio-industrie. Oké, ik moet zeggen, ik voel meteen de metafoor, want wij zitten ook soms in krappe woningen dicht op elkaar, ja, heel veel mensen. Moet ik dan ook een VR-bril op gaan krijgen? Om ja, ik begon natuurlijk het verhaal met het is een speculatief ontwerp, project, en dat betekent dus dat het niet echt is. Maar denk je nou dat het zou kunnen werken voor zo'n kip, om toch een VR-bril op te doen, of ook andere dieren? Ik denk het niet. Nee? Vond je het kort? Ja, ik vond het absoluut de moeite waard. Het is ook een tentoonstelling die meer vragen oproept dan antwoorden geeft. Ja, maar wat neem je ervan mee? Nou, dat we nog heel veel te bedenken hebben op het gebied van de synthese tussen biologie en technologie. Want die biologie die is er al heel lang, miljarden jaren. En nu is er ook allemaal technologie en die gaat integreren met de biologie. Ja, en hoe gaan we dat doen? Dat neem ik vooral mee. Ik loop eigenlijk met één heel groot vraagteken... loop ik naar buiten, maar het is wel een heel goed en belangrijk vraagteken. Dus ik kan hiermee vooruit.